Hallo en bedankt voor het kijken. Mijn naam is Hendrik Liewes van Opendiele Liewes en Roden. En in deze video laat ik u meer zien over een nieuw IntelliLink systeem dat standaard zit op de nieuwe Opel Karl ROX. Nou, als we het systeem laten zien, dan zien we dat we rechtsonder in het beeld, daar zien we de buitentemperatuur en de tijd staan. En we zien er daar een aantal knopjes staan. Waaronder begin ik bij audio. Zo daarop klikken zien we alle gegevens over de radio. Je kunt natuurlijk AM, FM of Bluetooth kunnen muziek mee afspelen. De zenders die zoek je op door middel van de pijltjes die hier staan en die kun je vastleggen hierboven in deze rij. Dat doe je als volgt. Als je een zender hebt gevonden, bijvoorbeeld radio 1, en die wil ik bovenaf afspelen, hou die knop ingedrukt, hoor je een piepje en dan staat die op die voorkeurszenders. Nou, zo kun je een aantal voorkeurszenders invoeren van die het meeste luistert. Dan zien we hier, hiermee kunt u nog de klanken instellen en daarnaast kun je ook nog zoeken. Alle radiozenders die hij gevonden heeft, staan hier ook allemaal in het scherm. En hier kun je ook heel makkelijk nog de voorkeurszenders instellen. Natuurlijk zit er ook een functie op voor TEP, dus voor de verkeersinformatie. En willen we naar de homepagina, dan kun je linksonder op het huisje drukken. Tweede manier zien we daar de telefoon. Nou, als ik een telefoontoestel wil koppelen, zorg ik dat de Bluetooth aanstaat uiteraard. En daarna klik ik op het plusje om een telefoon op te zoeken. Ik druk op telefoon toevoegen en ik ga naar mijn telefoon, ik kijk in de Bluetooth lijst, ik kijk naar mijn Opel en dan kan ik zo mijn telefoon koppelen. Nou, dan zien we hier ook instellingen. Nou, dat wordt natuurlijk zegt het al, daar kun je alle instellingen kun je daarin in kwijt. Over het systeem, over de apps, hè, onder andere Android Auto en Apple CarPlay en ook over het voertuig. En daarnaast is de mogelijkheid tot Apple CarPlay en Android Auto. Nou, zoals ik al vertelde, is dit nieuwe IntelliLink systeem ook voorzien van Apple CarPlay en Android Auto. Wanneer u de iPhone koppelt via de USB-aansluiting en de kabel, dan verschijnt hier het symbool Apple CarPlay. En daar zie je dus heel makkelijk snel toetsen. Telefoon, muziek, kaarten, berichten, allemaal afkomstig vanuit de iPhone. Podcasts, audioboeken, Spotify. En als we een pagina verder gaan, zien we ook WhatsApp of YouTube. En YouTube is niet de afbeelding, maar is de muziek in dit geval. Nou, linksonder kun je ook weer heel terug naar het scherm toe. En daarin zien we ook hier nog snel toetsen aan de linkerkant. En daaronder ook nog de tijd. Nou, het werkt echt super makkelijk. Het voordeel is natuurlijk ook dat je navigatie altijd up-to-date is. Hij heeft er wel data voor nodig, maar dat zou je eventueel op kunnen vangen door thuis alvast de route in te voeren via de wifi. En daarna in de auto te gaan. Nou, wil je meer over Apple CarPlay weten? Laat het gerust weten. Ik help jullie graag hiermee. Maar het systeem beschikt natuurlijk ook over Android Auto. Android Auto is nog niet vrijgegeven in Nederland, dus de app is niet via de Play Store beschikbaar. Uiteraard, mocht je weer de app op je telefoon hebben, dat werkt bij een softwareversie 5.0 of hoger, kunnen we uiteraard hiermee helpen. Wanneer ik daarmee ook de telefoon aansluit via een originele kabel, en ik druk dan op doorgaan, dan verschijnt linksonder in beeld Android Auto. Als ik daarop klik, zie ik in de hoofdpagina, dan geeft hij de tijd aan en de datum. En linksonder begin ik mee. Dan gaat hij naar Google Maps voor de navigatie. Nou, ook daarin geldt dat het ook via data werkt, maar ook altijd up-to-date is. En dat is het grote voordeel hiervan. Daarnaast kan ik ook bellen uiteraard. Dat werkt daarmee. Ik kan weer op het middenste knopje drukken, zodat ik weer op de hoofdpagina terechtkom. Mijn muziek afspelen. Via onder andere Spotify ook of Google Muziek. En rechts keer ik weer terug naar het systeem van Opel. Werkt super makkelijk, super handig. Het enige verschil is met de iPhone is dat het niet standaard in de telefoon zit. Hier zou je eerst een app moeten installeren. Dat gaat dus niet via de Play Store, maar via een andere manier. En daar kunnen we graag bij helpen. Nou, ik hoop je hiermee een leuke en duidelijke uitleg te geven over het nieuwe IntelliLink systeem van Opel. Wilt u meer informatie of wilt u een keer een live demonstratie zien? Dan bent u natuurlijk van harte welkom aan de Statuur Noord 133 in Roden. Volg ook ons YouTube kanaal voor meer video's en uitlegvideo's over systemen van Opel. En heb je zelf een leuk idee? Geef het aan. In deze video maak ik graag voor u. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Hendrik Liewes. Ik wens je nog een fijne dag.